Hoppa, Möller, vai! Please kill me! Oh, fucking appeltoor, ik kon eruit van. Rick, wel. Ah, yo, what's up? Ik wist niet dat jullie er waren, het kon eruit van 3,6. Ja, ik ga dood. Het is mooi weer vandaag, ik wist bij mijn club allemaal. Beste YouTubers, appeltoor, ik kon eruit van. Je weet wel, hè? Godverdomme. Feest in de zaal. Dag iedereen, mijn naam is Appeltaart Jordi. Ik zit met een fucking groot kutprobleem. En wat is dat probleem? Wel, dat ga ik juist nu een keer vertellen aan jullie zien. Zoals de meeste mensen weten, heb ik in mijn laatste video, alleen mijn voorlaatste video ondertussen, in het bos gemaakt. We gaan praten over een fucking bos. Wat is er gebeurd? Ik ben weer al bezig met mijn hand. Je kuttand, blijf beneden alstublieft, dank u. Dus ik ging voor mijn voorlaatste video, ging ik naar het bos. Het was mooi weer en dat is gezond in het kwadraat van 3,6. Want mijn mama zegt altijd tegen mij, Jordi jongen, kom eens buiten. Je hebt geen leven. Wat voor een domme kutkleine zeide jij eigenlijk. Waarom heb ik je op de wereld gebracht? Jij doet niets nuttigs. En dan zei ik tegen mijn mama, ja mama, ik zal vandaag een keer naar het bos gaan. Mijn mama was dan heel blij en feest, ja. Dus ik ging naar het bos. Een bos. Je kent dat wel. Dat zijn bomen, hè, ja. En struiken en abbeltwerken. En tjoenkoperen. Ik ging naar het bos, want het bos is gezond. En ja, ik ging daar een video gaan opnemen. Als je de video nog niet gezien hebt, ga naar mijn kanaal. En jagen op Tjoenko het paard. Go watch de video, dan weet je waarover ik het eigenlijk heb. Dus jullie vragen eraf, what the fuck Jordi, wat een domme mogol zijn jij nu weer al? Wat zevert jij nu tegen ons? Het was gebeurd in mijn melkherberg. Nee, in mijn melkherberg, het was gebeurd in het bos. Jij domme kutmogol. Jordi, gaat geen leven. Kijk, ik wel een leven, ventje. Moet ik je domme mullen op mijn mullen vijf. Ik ben echt aan het sterven. Ik had die video opgenomen. Ik kwam thuis. Ik heb de video zondag opgenomen. Ik heb geüpload maandag. Dus woensdagavond kom ik thuis. Ik doe mijn ding. Ik maak een video over een vallende patat. Die video kunt je ook bekijken op mijn kanaal. En dan rond 1:30 ga ik in mijn bed gaan liggen. En dan gebeurt er iets. Wat dat heel speciaal is en wat dat fucked up is. En wat dat waarschijnlijk de rest van mijn leven beïnvloedt. En of eigenlijk niet. De kans is wel dat ik overleef, maar eigenlijk is de grootste kans dat ik dood ga. Want ja, de zwakste gaan eerst. En dat ben ik. En dat is cola van vorige maand. Ja, ik zou dat best een keer weggooien. Hè? Ja. Ik keek naar mijn been. Ik weet niet als Gunner dat doet, maar ik kijk af en toe al een keer naar mijn been. Ja. Als je dat abnormaal vindt, kijk dan alsjeblieft de video weg, jongen. Ja. Nee, alsjeblieft niet weg, want ik heb geen likes en geen views en ik zou graag. Ik heb de 10 likes halen op deze video, want oh, ik heb een scheet gelaten. Het stinkt hier echt een stront. Door tijd dat ik mijn keer was, denk ik. Holder de boer en welkom op mijn familiezolder. Ja, dus, ik keek dus naar mijn been alweer, ja. Ik telde wel geteld 1, 2, 3, 4, 4 spinnenbeten. Ja, ik ben dus 4 keer gebeten door een spin. Ik ga 1 keer naar het bos en dan beslissen al die fucking kutspinnen in het bos voor mij te bijten. Waarom? Dat weet ik niet. Als jij het antwoord weet, laat het weten in de reacties. Of als je een spin bent en je bent aan het kijken naar mijn kutvideo, dan kun je oprotten, jij vuile spin. Want jij bent kut, we gaan het gebeten. Vuile flikker. Maar er was één iets dat boven alle spinnenbeten uitsprong en dat was een teek. Ik weet niet of je dat kent, een teek, maar dat is een klein kutbeest. En dat kruipt in het kwadraat van 3,6 in uw. Ja, dat bijt u en dat zit vast aan uw been. Dus wat beelden tonen. Als je niet tegen een teken kunt of niet tegen een behaard been, klik dan alstublieft weg, want ja. Ik heb gewoon een behaard been. Ik weet niet of dat normaal is bij jongens, maar ik heb een behaard been. Ja, ja, ik ben echt aan het sterven. Ik zou best kunnen aan de dokter gaan. Dus ik wou die teek er zo snel mogelijk uithalen. Ik kan niet veel zelfstandig, dus ik pakte eigenlijk wel, ik las dat dus op het internet en er stond. En dan kwam ik een pagina uit. Als je Jordi Maarschalk zijt, dan zijt je een debiel en sterft je sowieso. Ja, dat is logisch, ja. Maar dan stond er ook, je moet de teek binnen de 48 uur verwijderen of je sterft gewoon van AIDS. En ik was zo, what the fuck, gast? Nu vraagt je waarschijnlijk af, Jordi, je hebt toch die teek eruit gehaald, want anders sterft je sowieso van AIDS en weet ik nog allemaal ziektes, want blijkbaar kun je daar verlamd van raken en zo. Nu dat je het zegt, ik heb al heel de week geen gevoel in mijn linkerarm. Ik denk dat ik dringend een keer aan de dokter moet. Ik probeer vriendelijk zijn tegen de teek. Ik zeg, kijk man, we kunnen vrienden zijn,
Maar niet in mijn been alstublieft. Kunt u niet verplaatsen naar mijn hond? Of kunt u niet verplaatsen naar die school hiernaast? Want ik heb hier naast mijn huis letterlijk een grote school waar er ik weet niet hoeveel kutkinderen op zitten. En die maken ik weet niet veel lawaai en die maken me altijd wakker met hun kutgeschreeuw. Dus ik zei tegen de Teek, kunt je daar niet gaan? Er zitten er 500 kutkinderen en je kunt daar zoveel in bijten als je wilt. Ja, natuurlijk, een Teek kan niet praten en ik kwam tot besef dat eigenlijk een Teek geen hersen zat. En ja, ik heb ook geen hersen, dus zat ik gewoon een half uur te kijken van what the fuck, ik ben achterlijk. Dus ik nam actie. Ik moest de Teek eruit halen. Maar toen besefte ik, Jordi, je bent geniaal. Ik pakte dit. En ik pakte deze tennisbal. Noah de tennisbal. Kanaal staat in de beschrijving. En ik moest kosten wat het kost die fucking take eruit halen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb die take er zo uitgekregen. Hasta la vista, abonneer op het bedrijf van 3,6. Holder de bolder en welkom op met een kamillezolder, ja. Ik heb de take er uiteindelijk uitgekregen met veel moeite. Ik dacht even dat ik ging doodgaan. Maar ik kreeg de take er uiteindelijk uit en dan had ik hoop. Ik had de symptomen gelezen en de symptomen waren: als de rode plek binnen 2 dagen niet weg is voordat de beet was, dan gaat je waarschijnlijk hoofdpijn krijgen. Wat ik eigenlijk nu heb, hoofdpijn. En al je gewrichten beginnen pijn te doen. En mijn gewrichten beginnen pijn te doen. En daarna gaat je beginnen verlammen. Dus eigenlijk ben ik eigenlijk gewoon aan het sterven. Dus ja, daarom deze laatste video op mijn kanaal. Sterf ik, dan erft Noah Ark, mijn kanaal. Zijn kanaal staat in de beschrijving. Ga dan abonneren op hem, want hij gaat mijn kanaal overnemen. Want deze jongen is even gek als ik. Ja. En als ik niet sterf, dan ben ik blij, want dan kan ik video's verder maken. Want dat is in de gewone maatschappij ben ik gewoon, ben ik gewoon dom. Op YouTube ben ik ook dom, maar ik voel me nuttig. Ook al ben ik dat niet, en denk je dat niet, maar ik ben niet nuttig. Fuck Jordi, ik heb het weer verneukt. Wat boeit zelf, ik ga wel weer monster drinken, want ik ga toch sterven. Dus eigenlijk, het bos is helemaal niet gezond en helemaal niet veilig. Help. The fuck voor video is dat zelf weer al? Bij deze korte mededeling en ja. En er belt mij iemand. Hallo? Ja, hallo? Hey, appeltaart, wat is het feit? Kamille Piet. Wat is dat? Wat je vecht? Waarom wilde hij vechten met mij? Ja, het is maar grapjes. Ik ben een grote fan, ik zie graag YouTube-video's. Je maakt schone video's over patatten, zeg mijn mot. Zegt dat je mot een goede gast is. Dat hij gelukkig gaat zijn in zijn leven. Ja, de groeten, hè. Maar kijk, gast, ik ben bezig met een video. Ik ga er luiden, hè. Ja, salut. Verdomme, kijk, dat is nu privacy. Wat is hier eigenlijk zelf? Mijn zomaar bellen tijdens dat ik een video aan het opnemen zijn. Ben de klootzang. Vergeet zeker niet al mijn sociale media te checken. Hier op het scherm komt mijn Twitter, mijn Instagram, mijn Snapchat en mijn Facebook. Wilt je vrienden met mij worden, voeg mij toe op Facebook. En dan kunnen we je fantastisch. Ja, mijn neus jeukt, godverdomme. Fucking kut take. Jullie waren een geweldig publiek in het kwadraat van 3,6. Bedankt voor het kijken naar mijn nieuwe video. Mijn naam is Jordi Maarschalk, KK Join the Ninja. En ik hou van Timmy the Take. Want Timmy the Take is eigenlijk een klootzak. Want Chunko heeft ervoor gezorgd dat ik een take heb, ja. Leaving the port, I go to the source. Work. Live with Dominican women, I go to the source. Thank you. I hop in the rental, I know I don't care if I'm lost.